Ja, Pedrotero zit in de groep van hyaluronzuren. Dat betekent, dat zijn fillers. En daarmee kan je eigenlijk, vind ik, de belangrijkste indicatie is oppervlakkige rimpels mee behandelen. En ja, daar zijn er genoeg van in het lichaam. Ik vind het belangrijkste voordeel van Pedrotero is dat het heel goed oppervlakkig kan worden ingespoten zonder dat daar een tindel-effect wordt gedaan. Nou, tindel-effect is dat het een beetje blauwig kan worden. Dus het wordt heel mooi oppervlakkig opgenomen. Wat is daar het grote voordeel van? Daarmee kan je heel goed oppervlakkige rimpeltjes goed behandelen. Of bijvoorbeeld littekentjes. Nou, welke zijn dat? De oppervlakkige, dat zijn de barcode, dat zijn de kraaienpootjes. Je kunt de voorhoofdlijnen, je kunt de fronsrimpel kan je mee behandelen. Alhoewel botox naar mijn idee beter voor is. Maar hier wordt soms wel het alternatief voor botox genoemd. Maar je kunt ook het décolleté en de horizontale halslijn behandelen. Dus het is voor een oppervlakkige rimpels, dus de fijne lijntjes, vind ik het een uitstekend product.